Piddle, 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 poop, poop, piddle. Oké, naar voren alsjeblieft. Uit groep 1 selecteren we de Bria, de Bearded Collie. Oké, dank u voor de rest. U mag langs daar naar buiten. En de Collie Ruff. De overige jeugdhonden verlaten de ring en dan gaan we verder met onze groep 3. In de selectie krijgen we de Airedale en de Yorkshire Terrier. Gaan we verder met onze volgende groep, groep 4, de groep van onze Tackles. In de selectie krijgen we de dwergtackle korthaar. Oké, dank u. En de dwergtackle. De Basenji. Waarom we al deze groepen afzonderlijk moeten doen. Ze zijn met enorm veel. In de selectie krijgen we dan de Siberian Husky, de Shiba. In de selectie komt de Beagle. Tegen mij staan dat ze zegt. Wil er 6 uithalen? Oké. Krijgen we de Briaar, oftewel de Berger de Brie. Herdershond afkomstig uit Frankrijk. Krijgen we de Bearded Collie. We zagen hem daar straks al in de babyversie. Hier zien we hem nu op jeugdleeftijd. Dus u ziet wat voor een transformatie deze honden ondergaan in een korte periode. De Collie Ruff, oftewel de Schotse Collie. Der terriers. Ze noemen hem vaak ook de koning der terriers. Dan komen we aan de Yorkshire terrier. Deze is dan weer, behoort dan weer tot een van de kleinste rassen onder de terriers. Dwergtackle korthaar. En verbazingwekkend hebben we zelfs alle 9 variëteiten aanwezig in de jeugdgroep.
hopelijk is dat straks ook zo. Voor groep 4 zelf krijgen we de dwergtekkel ruwhaar. Siberian Husky. The Shiba. Een van de kleinere rassen uit groep 5. Shiba kan heel klein zijn in het Japans. Finse lappenhond. Zien we hier de Beagle. De Basset Hound. De dierhound, onze voorlaatste jeugdhond. De Whippet. De winnaar van deze zeer grote, omslachtige jeugdgroep is de Siberian Husky. Proficiat! Doop-dee-doop-dee-doop, boop-boop-dee-doop.